10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Mijn naam is Judy Lok en ik werk op Schiphol als schoonmaker. Wij hebben 9 weken gestart. Veel hoef ik daar niet meer over te vertellen, want dat hebben jullie allemaal kunnen lezen. Maar het belangrijkste is dat het zwaar was, maar dat we wel gewonnen hebben. Ook in de schoonmaak zijn we met een bepaald aantal mensen begonnen. En ieder jaar groeit dat. Nu is de bedoeling dat met iedere protest die we hebben, dat we steeds groter worden. Yeah! Maar dan wil ik het hebben over de vraag van waarom we hier staan, of waarom ik überhaupt voor mijn werk sta. Dat heeft voor mij maar één ding. Dat is gerechtigheid, eerlijkheid, maar ook solidariteit. Jullie krijgen geen salarisverhoging erbij, terwijl de eigenaren nog in hele mooie huizen wonen. Ja! Ik zeg, waarom moeten alle mensen in Nederland zoveel inleveren, terwijl de rijke mensen en de banken, die hoeven niets in te leveren. Gewicht hebt en je hebt een jonge man van 1,80 meter 90 kilo en je hebt mij met 52 kilo en 1,57, wie tilt er meer? Ik denk de jonge man. Dus als je rijke mensen hebt en je hebt mensen met een normaal inkomen of zelfs met nauwelijks inkomen, dan weet ik wel wie het meeste moet geven. Dat mensen dat snappen. En dat is ook de reden dat ik hier sta. Want ik ben voor eerlijkheid. Niet meer. Ik accepteer het gewoon niet als er oneerlijk met mensen worden omgegaan. Dat mensen met een uitkering, dat die nog minder krijgen. Dat mensen straks meer moeten betalen om een kind weg te brengen, terwijl er wel van hun verwacht wordt dat ze gaan werken. Dat mensen nog meer zorgtoeslag moeten betalen, nog meer eigen bijdragen, steeds er meer uitgaat, terwijl aan de andere kant wordt er niks gegeven. Terwijl één ding zijn we het allemaal over eens, wij hebben de crisis niet veroorzaakt. Dus, wij accepteren niet dat de hele rekening bij ons gepresenteerd gaat worden. En we gaan Nederland duidelijk maken dat dat niet normaal is. Dat ze dat ook niet hoeven te accepteren. Eén ding is daar wel voor belangrijk. Er zijn mensen die zijn heel links. Er zijn mensen van de SP. Er zijn mensen die gewoon sociaal zijn. De enige manier waarop we het gaan redden is als we gewoon voor gerechtigheid gaan en voor bezuinigingen die gewoon eerlijk zijn. En niet of je links bent, minder links, of je moslim bent of niet moslim. Als je vanuit je eigen hokje denkt, dan lukt het niet. Dus ik wil iedereen oproepen, als je hier staat, vergeet wie je bent, maar ga gewoon voor eerlijke bezuinigingen. En Rutte denkt dat hij heeft gekregen wat hij heeft gekregen, maar we gaan het hem duidelijk maken dat dat niet zo is. En wij zijn voor een eerlijke maatschappij. Dus Wilders kan gedogen wat hij wil. Wij vinden gewoon dat ieder mens een mens is. En vanuit daar moet je uitgaan. En iedereen die anders denkt, die dus denkt dat ieder mens geen mens is, die hoort hier gewoon niet. Dan wil ik
eigenlijk afsluiten, hoe wij altijd afsluiten bij de schoonmaak. Dan vragen wij bijvoorbeeld, wat willen we? En dan moeten jullie antwoorden, respect, want daar gaat het toch om in de wereld. Kijk of ik dat bij jullie ook klaar krijg, want bij de schoonmakers werkt dat zeer goed. Wat willen we? Respect! Wat willen we? Respect! Wat willen we? Respect! Dank jullie wel.